allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe extra video. Ik heb vandaag voor jullie in plaats van een weekvlog, omdat ik ervoor moest leren voor school, heb ik een extra video. En dat is een hele grote Shein-shop vlog. Ik heb deze keer allemaal leuke herfstitems uitgezocht. Normaal kies ik eigenlijk altijd zomerkleding of bikinis. Maar deze keer dacht ik, laat ik geen bikinis kiezen, want het is daar geen weer meer voor het komende jaar. Laat ik deze keer wat herfstitems uitzoeken. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb 12 items om aan jullie te laten zien, dus laten we maar snel op beginnen. Ik heb dus weer 12 items bij Shein uit mogen zoeken. En ik heb ook weer een kortingscode voor jullie. Die zal altijd in de beschrijving staan. En alle linkjes van alle items zal ook in de beschrijving zitten. En dan ga ik maar met iets beginnen wat ik al open had gemaakt en wat ik iets groter had verwacht. Dat is namelijk dit tasje. Dit tasje zag ik op de site en ik dacht eigenlijk dat hij iets groter zou zijn. Ik dacht dat er echt zeg maar een laptop in zou passen, zo groot. Hij is iets kleiner. Ik had beter naar de afmeting kunnen kijken. Maar ik vind hem nog wel alsnog echt heel erg leuk. Het is een beetje een lichtblauwe tas. Hij was 12 euro en hij heeft een heel klein hengsel. Je kan hem zeg maar zo om je arm dragen. Maar je kan hem ook gewoon zo dragen. Dat vind ik denk ik het leukste. Aan de binnenkant toen hij geleverd werd, zat er ook plastic in. Zodat hij mooi bol blijft staan. Hij gaat open met van die drukknopen. En er zit hier nog een heel klein, ja wat is dit, klein knoopje. Ik weet niet, ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ook al had ik hem groter verwacht, toen ik hem openmaakte dacht ik echt, wat is dit? Maar eigenlijk vind ik hem wel echt heel erg leuk. Dus dat is deze. Dit is de blauwe tas. Ik vind hem zelf zo om over mijn schouder heen te dragen, denk ik het leukst. Je kan hem natuurlijk ook nog zo dragen. Maar ik vind hem zo wel het leukst. Dus dat is die. Dan nog iets wat ik al open heb gemaakt. En dit is het laatste. De rest zit allemaal nog in de verpakking. En dit is een broek. En ik vond deze broek zo leuk. Alleen hij is helaas te groot. Want ik heb hem dus al gepast. Maar het is dus een spijkerbroek met verfspetters erop. Ik zag hem op de site en ik vond het echt een heel erg leuk effect geven. Aan de achterkant zitten er ook allemaal verfspetters. En ik weet niet, ik vond het gewoon, het is een beetje zo'n straight leg pants. En ik vond het wel echt een hele leuke broek. Ik vond het ook best wel een mooi kleurtje. En deze heb ik dus in een maatje S genomen volgens mij. Even kijken. Ja, ik heb deze in een maatje S genomen. Dus een Europese 36 is dat. Ik heb van Zara broek eigenlijk altijd 36. Maar deze broek was wel echt te groot. Dus deze zou ik een maatje kleiner adviseren. In een 34 had deze denk ik echt perfect gezeten. Dus dat is deze. En deze broek was 21 euro. En dan de broek. Dit is de broek. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is echt veel te groot. Terwijl, dit is een 36 en ik heb echt altijd een 36. Maar verder vind ik hem wel echt heel erg leuk. Ik vind die verfspetters leuk. Ik vind dat hij zo baggy valt, vind ik echt heel erg leuk. Alleen ja, boven is hij dus gewoon echt veel te wijd. Dus misschien dat ik hem de volgende keer in een maatje kleiner bestel. Maar ja, deze ga ik aan iemand anders geven. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik heb er niet alleen kleding uitgekozen, maar dus ook wel wat accessoires dingetjes. Waaronder deze twee sjaaltjes. Ja, ik ga ze even openmaken. Als eerst heb ik een groene kleur uitgekozen. Ik vind deze sjaaltjes echt heel erg leuk voor in de zomer. Voor bijvoorbeeld zo als topje te dragen. Je kan ze ook zo omwikkelen of in je haar doen. Ik vind het altijd echt hele leuke sjaaltjes. Zijn een beetje van die satijnachtige sjaaltjes. En dit is dus een hele mooie groene kleur. En ik heb ook een beetje een poederroze kleurtje. En dat is deze. Ik vind dit soort sjaaltjes ook heel erg leuk om bijvoorbeeld aan je tas te hangen. Bijvoorbeeld in de winter. Ik weet niet, ik vind dat echt een heel erg leuk extra iets geven aan je tas of zo. Dan kan je hem gewoon zo strikken om je tas. Vind ik echt heel erg leuk. Dus ik heb hier twee kleurtjes van uitgekozen. Een mooie groene en mooie roze. Deze gaan sowieso volgend jaar mee op vakantie. Wat je ook kan doen is je kan hem zo oprollen. En dan kan je hem bijvoorbeeld zoals haarband dragen. Of je kan hem om je staart heen doen. Vind ik ook echt heel erg leuk. Dus die. En deze sjaaltjes zijn 3,20 per stuk. Oké, dan gaan we over naar de kleding. En ik heb hier het eerste zakje. En dit is een spijkerjasje. Ik heb deze in een maatje XS genomen. En ik heb deze al bij heel veel mensen gezien. Degene bij wie ik hem eerst had gezien was Esmee Geel. Die had een oogje in shop nog geplaatst. En die had dus dit jasje uitgekozen. En toen dacht ik, bij de volgende keer dat ik hem mag uitzoeken, ga ik die ook zeker uitzoeken. Dus dat heb ik ook gedaan. Het is een wit spijkerjasje, maar niet zomaar een wit spijkerjasje. Maar er zitten franjes aan. En voor de mensen die mij wat langer volgen, die weten dat ik echt heel erg hou van jasjes met franjes. Ik heb er nu 4 en met deze ben ik 5. Maar ik vind het gewoon echt een heel erg leuk detail geven aan bijvoorbeeld gewoon een simpel jasje. Volgens mij is het dus ook een beetje een cropped model dit jasje. En deze kost 22 euro. Heel erg blij mee. De franjes zijn wel nog een beetje gekreukeld. Dus ik hoop dat die nog een beetje platter worden. En anders moet ik ze misschien even stylen.
Misschien dat dat kan of niet. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval dit spijkerjasje. En deze was dus 22 euro. En heb ik in een maatje XS. Dan het witte jasje met de franjes. En ik heb hem natuurlijk in een maatje XS gekozen. Ik had hem op zich ook wel in een M of zo willen hebben. Want dan viel hij wat lekker oversized. Maar op zich... Ik vind het best wel leuk, spijkerjasje. Hij had inderdaad wel iets meer oversized mogen zijn. Maar ik vind die franjes ook heel erg leuk. Heel erg leuk spijkerjasje. Hij zit ook verder prima qua maat. Ik heb er nu gewoon nog zelfs een trui onder zoals je kan zien. En hij zit gewoon nog best wel een beetje losjes. Dus dat vind ik heel erg leuk. Wel zoals ik al zei, die franjes zijn een beetje gekreukeld. Dus misschien dat ik daar nog iets mee kan. Dat ze weer gewoon wat stijler worden ofzo. Maar verder vind ik het echt een heel erg leuk jasje. Dan een hele leuke trui. Misschien dat jullie hem wel eens bij Rosa hebben gezien. Maar Rosa had dus afgelopen zomer, denk ik. Ja, afgelopen zomer had ze een trui bij de Pull & Bear uitgekozen. En dit is gewoon echt de exacte lookalike. Echt niet normaal. Ik ga hem voor jullie eruit halen. Ik moet eigenlijk vragen aan Rosa of ze binnenkort die van haar wil meenemen. Zodat we hem echt kunnen vergelijken. Maar dit is de trui. Het is een oranje trui. En er staat heel groot California op. Hij is ook lekker oversized. Terwijl ik een maatje XS heb genomen. En ziet er echt goed oversized uit. Dus daar ben ik blij mee. Een beetje oranje koraal met blauwe letters. En het is echt... gewoon precies dezelfde als die van de Pull & Bear. Ik zie Rosa als het goed is woensdag. Dus voor jullie morgen. Ik ga vragen of ze hem meeneemt. Dan kan ik in mijn weekvlog laten zien aan jullie of die echt exact hetzelfde is. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Het is ook best wel een lekker en dik stofje. En deze trui kost 18 euro. En heb ik dus in een maatje XS. Dan de oranje Californië trui. Ik vind hem echt heel erg leuk. Volgens mij is die van Rosa qua structuur zeg maar wel iets dikker. Het is wel echt een heel erg dun stofje. Ik weet niet of je dat goed op camera kunt zien. De armen zitten wel echt heel erg strak. Ik heb nou volgens mij niet echt hele dikke polsen, maar hij zit echt best wel strak. Ja, verder gewoon echt hele leuke trui, hele chille trui. Maar ik ben echt heel erg benieuwd naar die kwaliteit van de Pull & Bear, of die echt met elkaar te vergelijken is. Volgens mij is die van Rosa dus wel iets dikker zoals ik zei. Dan gaan we verder met een blouse. En deze blouse heb ik ook in een maatje XS. En dit is een beetje zo'n oversized blouse, althans dat hoop ik. Voor over een leuke trui heen. Dit is de blouse. Ik vond die kleuren echt heel erg mooi. Een beetje dat beige met dat blauwe. Ik had hem op zich wel in een maatje M of zo kunnen nemen. Zodat hij echt extra oversized was. Maar dat bedacht ik me later ook. Als ik heb gewoon alles in mijn eigen maat genomen. Maar dit is dus een XS. Echt heel erg leuk. De knoopjes die eraan zitten, die zijn wit. Zelfs ook omdat ik niet... Nou, op zich als gewoon een blouseje met een leuke tas en een mom jeans of zo. Kan dit ook heel erg leuk zijn. Maar mij leek het ook wel leuk met bijvoorbeeld een leuke trui eronder. En dan... deze eroverheen. Of je kan hem ook wel misschien een beetje als lang shirt dragen. Is ook wel heel erg leuk. Dus dat is die. En deze kost 17 euro. Dit is de beige blouse. Ik vind die kleur echt heel erg mooi. Ja, ik weet niet of het aan mij ligt. Maar dit kraagje is echt heel stug en hard. En zit ook een beetje gek of zo. Maar verder vind ik het echt een heel leuk blouseje. Ja. Je kan hem natuurlijk ook nog zo opknopen. Of een leuke broek of zo. Vind ik ook wel heel erg leuk. Maar ik vind gewoon die kleuren vooral echt heel mooi. Maar de maat is verder op zich wel prima. Maar misschien dat een grotere maat net eventjes iets leuker was geweest. Dan het volgende. En dit ziet eruit als een spijkerjasje. Ook deze heb ik weer in een maatje XS. Ik vond dit dus een heel erg leuk model qua spijkerjasje. Omdat hij dus een beetje cropped is. En hij heeft aan de armen heeft hij ook een extra detail wat ik echt heel erg leuk vond. En dat is... dit spijkerjasje. Ik vind het ook echt een mooie kleur. Soms heb je nog wel eens natuurlijk dat je wat kan bestellen. En dat je denkt, oh, de kleur is toch niet zoals ik dacht. Maar echt een heel erg mooi kleurtje. Heel blij mee. En ik vind die armen ook zo leuk. Hij valt ook wat baggier. En dan bij de armen maakt hij het weer wat strakker door dat touwtje wat er zit. Of hoe noem je dit? Centuurtje wat er zit. Verder is het gewoon echt een heel simpel spijkerjasje. Lekker oversized. Hij is een beetje cropped. En aan de achterkant heeft hij zeg maar zo'n... elastieke band zitten. Wat ik ook wel een leuk effect vind geven. Heel leuk. Er zitten ook echt mega grote zakken in. Ik denk dat hier zelfs een iPhone 11 Pro Max in zou passen. Heel erg leuk. En er zitten gewoon van die zilveren knopen aan. Dus dat is die. En dit spijkerjasje is 26 euro. En heb ik dus in een maatje XS. Oké, ik ga het spijkerjasje aantrekken. Ik ben echt heel benieuwd. Ik hoop dat hij leuk staat. Ik vind het ook wel echt heel erg leuk om er een hoodie onder te dragen. Ook vind deze heel leuk. Ik vond vooral die mouwen ook echt heel erg leuk met dat cintuurtje eromheen. Ik vind het ook echt leuk met een hoodie zo eronder zo. Echt heel erg leuk jasje. Het is een beetje een soort van bombermodel. En hij valt ook lekker een beetje oversized. Echt
heel erg leuk vind, deze. Sorry trouwens als het licht misschien een beetje donker is of af en toe een beetje veranderen van kleur. Het is buiten echt super grauw weer. En mijn ringlamp staat bij mijn vader. En ik ben nu in mijn eigen huis. Dus ik heb mijn ringlamp niet bij de hand. Dus ik hoop dat het een beetje werkt met het licht. Maar als je dus af en toe wat donkerder of lichter beeld hebt, dan komt het dus daardoor. Dus sorry alvast. Nog een tasje. En ook deze had ik weer iets groter verwacht. Het is een beetje zo'n inspired tasje van de Bottega Veneta, als ik het goed uitspreek. Ik heb al zo'n soort tasje van Studio Bipu. Maar daar zit zeg maar echt een soort van vissengraat patroontje in. En deze is gewoon helemaal, ja, egaal leer, zeg maar. En het is een, wel een heel mooi beige kleurtje. Het is ook best wel klein, is ook wel weer leuk aan de andere kant. En er zit dus nog een hengsel aan, dat je hem dus ook gewoon zo over je schouder kan dragen. Oh, ik vind het best wel een mooi tasje eigenlijk. En ik heb de vulling er eventjes uitgehaald. Maar zelfs dan ziet hij er gewoon mooi en vol uit, zeg maar. Omdat, ja, in de stof zit ook een soort van extra vulling. Er zit een soort van kliksysteem hoe je hem open kan doen. Heel schattig kleurtje. Ze hadden deze ook nog in andere kleurtjes, maar ik vond die beige wel heel erg leuk. Dus dat is dit tasje. En deze was 13 euro. Dan dit beige tasje. En deze kun je dus zo crossbody dragen. Hij valt wel op een leuke hoogte op zich, vind ik. Maar je kan hem ook gewoon zo dragen. Of wat ik bijvoorbeeld met het andere tasje deed van Studio Bipu. Was, ik deed het hengsel in de tas. En gebruikte hem gewoon zo als clutch. Dat je hem gewoon, zeg maar, gewoon zo meeneemt. Vind ik ook echt heel erg leuk. Dus dat is die. Dan heb ik een hele leuke blouse uitgekozen. En dit is misschien wel iets wat ik meer op het strand zou dragen. Zeg maar over mijn bikini heen. Maar ik dacht, laten we gewoon kijken. Misschien is het ook wel leuk voor gewoon zo alledaags. Dat is namelijk deze blouse. Het lijkt een beetje op zo'n Ralph Lauren blouse. Alleen is die niet van Ralph Lauren natuurlijk. Ik heb deze in een maatje XS. In een 34 dus. Echt een heel mooi blauw kleurtje. Ze hadden ook nog andere kleurtjes. Maar ik vond het blauw wel leuk. Hij is echt heel erg lang. Ik denk dat ik hem zelfs als dress blouse ding kan dragen eventueel. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Echt leuk. Echt schattig. Dus dat is deze. En ik zal even kijken hoeveel deze kosten. Deze was 18 euro. En hij heeft dus gewoon aan de voorkant heeft hij allemaal knoopjes zitten. En ik weet niet wat voor stofje dit is. Ik ga het even opzoeken. Of dat erin staat. Want het voelt een beetje gek aan. Oh, 100% polyester. Ik dacht al, waarom voelt dit zo gek? Maar de blouse is van 100% polyester gemaakt. Vaak staat wel echt een zweetstofje. Maar goed, op zich. Ja. Dan deze blauwe blouse. En ik vind het echt een heel mooi kleurtje. En ik zou hem ook echt zeker dragen op het strand. Lekker over je bikini heen. Maar gewoon voor op een broek. Ik weet niet of dit bij mij staat. Of dit leuk staat. Mij, ik weet het niet. Maar in ieder geval voor het strand vind ik hem wel echt heel erg leuk. Deze kan je natuurlijk ook weer zo knopen. Zo'n beetje naar binnen slaan kan ook. Ik weet niet. Ik vind het wel echt een heel mooi kleurtje. En de kwaliteit voelt er ook gewoon heel erg goed aan. Dus dat is deze. Dan gaan we door naar nog een beige trui. En ik weet eigenlijk niet waarom ik zoveel truien heb besteld. Want ik heb echt meer dan genoeg truien. Echt veel meer dan genoeg. Het kleurtje is ook wel iets anders dan ik had verwacht, zie ik nu. Hij is echt een beetje persic roze. Ik dacht dat hij echt beige zou zijn. Ik hoop dat je het kan zien op camera. Maar ja, het is dus echt een beetje dat persic zalm roze. En ik had hem echt liever beige gehad eigenlijk. Maar op zich, hij heeft een heel klein colletje. Er zit ook een soort van structuurtje in de stof. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik van deze vind. Ik heb hem in een maatje S. Dus dat is een 36. Ik vind de stof best wel dun aanvoelen. Ik denk dat dit tot nu toe mijn minst favoriet is. Maar misschien kan je het wel heel erg leuk stylen met een leuk jasje eroverheen. Dat kan natuurlijk ook. Deze vind ik tot nu toe wel het minst, denk ik. Ik weet niet, het kleurtje is gewoon niet zoals ik had verwacht. En de stof is best wel dun. Ik ga even kijken hoe duur deze was. Deze was ook maar 11 euro. En ze hebben ook nog heel veel andere kleurtjes. Dit is die trui en ik weet het niet zo goed. Hij is echt heel erg dun. Voor mijn gevoel schijnt hij ook een beetje door en ik weet niet, ik vind het kleurtje niet mooi. Ik vind dit niet echt een hele leuke trui of zo. Ik word hier nou niet heel... Nee, hij is ook niet echt warm. Hij voelt een beetje gek aan. Dat komt denk ik door het structuurtje. Dus nee. Deze trui is het niet helaas. En dan als laatste alweer ook weer een trui. En deze ziet er echt heel goed uit, moet ik je zeggen. Oh, heel leuk vind ik deze. Oh, echt heel leuk. Het is een gebreide
beige trui. En hij heeft ook weer een heel klein colletje. Wat ik altijd heel erg mooi vind als je bijvoorbeeld iets langere kettingjes om hebt. Dat het dan net zo over dat colletje heen valt. Vind ik altijd echt heel erg mooi met dit soort trui. Het is echt best wel een dikke en goede stof. Het is ook mooi gebreid. Je ziet nergens houtjes zitten of zo. Oh, echt heel erg leuk. Echt heel leuk. Ik vind het ook een mooie kleur. Het is een beetje beige gebroken wit. En deze kost... En deze kost 22 euro. En dan hebben ze ook nog een beetje in een mintgroene kleur. Maar ik vind dat beige wel echt heel erg mooi. En ook een beetje voor de herfst en zo. Een beetje van die zachte kleurtjes. Dus dat is deze. En deze heb ik in een maatje S. Zodat hij iets meer oversized valt. Deze trui vind ik wel echt heel erg leuk. Ik vind gewoon hoe die gehaakt is en zo. Vind ik echt heel erg mooi. Ik vind die hals ook mooi. Hij is hier een beetje groot, maar op zich niet storend of zo. En hij komt best wel tot ver beneden. Even kijken of ik dat kan laten zien. Kijk. Vind ik ook wel heel erg leuk. Een beetje zo'n oversized, lekkere winterse trui. Deze hier ben ik wel echt heel erg blij mee. Deze vind ik echt heel leuk. Dat waren alle items van Shein. Alle lekkere herfstitems. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik weet nog niet hoe alles staat. Jullie hebben dat wel al gezien. Ik ga zo meteen alles passen. En vergeet ook zeker niet mijn kortingscode te gebruiken als je dus ook wat wil bestellen bij Shein. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En laat zeker in de reacties weten wat voor unboxings of wat voor andere soort video's jullie nog meer willen zien. En of jullie vaker video's over Shein willen zien. Want ik vind altijd zoveel hele leuke video's. Dus ik hoop jullie ook. Ik hoop dat het licht in deze video niet al te vervelend was. En dat jullie de video leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!